zitten we dus met elkaar iedere keer weer boodschap doen. We gaan naar, net op de auto of de fiets gaan naar de supermarkt toe. We vullen het kauwtje en we gaan naar de kast toe. Zetten weer alles op die band daar. En aan de andere kant van de kassa zetten we weer in het kauwtje. We gaan met het kauwtje naar onze auto, vullen onze auto weer. En vervolgens komen we thuis en moeten weer alles uitladen. En moeten we dan alles weer bij ons thuis in de koelkast en zo moeten doen. Dat is de manier waarop nu nog heel veel boodschap in 98% van de gevallen. En mijn, ik ga even kijken of dat deze gaat werken. Ja, dat is het. En wij gaan het hier hebben over de Future of Food Commerce. En in mijn ogen gaat het heel anders uitzien. Ik had daar, zo'n 5 jaar geleden had ik daar een bepaald beeld bij. En dat beeld wordt eigenlijk veel sneller waarheid dan wat ik ooit had kunnen denken. Want als je kijkt, dan is die, ik begin met de dag vandaag, want de dag vandaag verandert, in de dag van vandaag verandert al enorm veel in die food commerce. Alle retailers gaan nu online en zien hun omzet hard stijgen. Dus uiteraard beginnen ze pas heel klein, dus dan stijgt het vanzelf vrij hard. En je ziet ook een Amazon die op oorlogspad is en wellicht ook Carrefour gaat overnemen. En Walmart die samen gaat werken met Google, die probeert daar om, zo daar tegen te staan, te bieden. Maar als je nou gaat kijken, wat gebeurt er nou als zo'n markt online gaat? Als zo'n markt, de food, of de, eigenlijk de dagelijkse boodschap, is de laatste markt die online gaat. En het is ook meteen de grootste markt online. Je ziet hier in die staartjes allemaal, het is veel groter dan de elektronica, veel groter dan de mobiele en veel groter dan de reis. Met z'n allen geeft 20% van ons besteedbaar inkomen uit aan dagelijkse boodschappen. En als je zo kijkt naar wat er gebeurt als een markt online gaat, dan zie je altijd nieuwe toetreders daarin komen. En die nieuwe toetreders zijn overal in elke industrie die tot nu toe online is gegaan, zijn dat de dominante partijen die online, dominant online geworden. Het zijn nooit de partijen die offline dominant zijn, die ook online dominant zijn geworden. En wat is dan daarin wat is daarin eigenlijk zo'n rode draad? Online verandert de keten. Dat zie je in elke industrie die hier achter mij staat. Ja. De energie. Elke industrie verandert de keten. En wat is daarin nou de rode draad? De rode draad daarin, de overeenkomst, is dat de dominante partijen het zijn vaak marktplaats. Een marktplaats omdat de consument dat verwacht. Ik noem dat eigenlijk altijd een consument die verwacht. Die verwachten omdat hij een stuk gemak krijgt, die krijgt een groot aanbod, kan kiezen waar hij wil kopen, bij welke aanbieder dan ook. Transparant aanbod met de prijzen, de productinformatie en vervolgens kan hij daar een voordeel kopen. Dat is, en dat zie je bij Bol, dat zie je bij Amazon, dat zie je bij heel veel marktplaatsen. Dat is één van de woorden, één van de overeenkomsten als een markt online gaat. En Shoppers is die marktplaats voor dagelijkse boodschappen. Want wij aggregeren alle aanbod van de supermarkten en dan kun je heel makkelijk je boodschappen doen. En dat hoef je niet van mij te geloven, ik ga het demonstreren. Dus de techniek met mijn helpt. Ja. Dit is mijn boodschappenlijstje. Dat heb ik op een hele makkelijke manier gemaakt. Ik ga één manier demonstreren. Ik kan uiteraard kan ik naar mijn favorieten gaan. Ik ga kijken wat ik vorige week heb gekocht. Maar ik kon ook als bij het ontbijt mijn almond unsweetened melk, sojamelk, dus niet echt sojamelk, op is, dan kan ik gewoon zeggen van nou, wil ik het scannen en ik doe hem nu even hier op mijn boodschappenlijst zetten. Maar dan zie je hier meteen waar dit te koop is, voor welke prijs enzovoort. En ik kan meteen mijn boodschappen. Als ik een boodschappenlijstje gemaakt heb, dan kan ik gewoon met één druk op de knop vragen aan Shoppers waar kan ik nou het beste mijn boodschappenlijstje op dit moment halen. En dan zie ik dat ik dit boodschappenlijstje deze week, want het verandert niet de week vanwege de aanbiedingen, zie ik dan maar ook vanwege de content van die boodschappenlijstje, deze week kan ik het beste bij de Albert Heijn halen. Dan druk ik op de Albert Heijn en ik zeg van bestel online
en de boodschappenlijst wordt doorgezet naar de Albert Heijn en ik krijg het zelf thuis. Zo makkelijk werkt de boodschappenlijst, of zo makkelijk werkt de marktplaats voor dagelijkse boodschappen. Dus de shoppers is eigenlijk dit: een shopper voor de consument die hem helpt bij het maken van de keuzes. En een hele grote marktplaats biedt die toegang biedt tot alle aanbieders. Als je in een procesplaatje gaat tekenen, dan ziet het er zo uit. Je kunt dus als consument maken je boodschappenlijst met shoppers en je gaat kiezen dan voor om het of zelf te gaan halen of je laat het thuis bezorgen door een van de online retailers. Als ik nu even terugga naar die verandering die plaatsvindt als zo'n markt online gaat, dan is er nog een tweede andere rode draad. En die rode draad is dat er altijd bij heel veel dominante partijen een stuk ketenverkorting moet zijn. Ketenverkorting, zoals je ziet bij ketenverkorting, die dus zoals je in dit geval bij Bloemon ziet, ook in heel veel andere dingen, bij Uber,